Deze samenvatting wordt u aangeboden door Jan Lichtenberg Hypotheken en alle verzekeringen. Welkom bij Excelsior 31 TV. De derde competitiewedstrijd in de vierde divisie stond op het programma. Er werd uitgespeeld tegen Kwik 20. Mag mee, kop, al goed. Ja. Alex de Jong met nummer 12 bij Excelsior 31. Kopt hem strak in de vallen bij Kwik 20. En dan spreken we dus nu over de voorsprong van Excelsior. Vanuit die tweede kwam er eigenlijk nog niet van kans gekregen in deze wedstrijd. De halve dan in ieder geval. De wedstrijdsconferentie. Hij zei dat hij voor de auto. Door een doelpunt van nummer 11. Door een doelpunt van nummer 22, Simon Seppelwolde, is de stand geworden 0-3. Lichaam, lichaam, lichaam! Heerlijk, Thomas!
Nou, ik denk dat we de wedstrijd eigenlijk totaal onder controle hadden. We hadden heel veel balbezit. Ik vind ook dat we de eerste helft echt goed deden. Dat we veel spelers oversloegen, zeg maar, waardoor het tempo hoog lag. Nou, uiteindelijk maak je dan 2 doelpunten uit spelervattingen waar we heel veel op trainen. Dus dat is gewoon is mooi dat we daaruit gescoord hebben. Ja, en wat ik zeg, we hadden de eerste helft gewoon volledige controle. En Kwik is eigenlijk niet gevaarlijk geweest. Nou, er zijn zeker punten van die voor verbetering vatbaar zijn. Daarvoor is het proces natuurlijk ook nog te kort ingezet. Maar ik denk dat wij een goede seizoenstart hebben met 7 punten uit 3 wedstrijden. Zeer content met hoe we erop staan. En we kijken uit weer naar volgende week. Zo neemt Excelsior 31 dus 3 punten mee naar Rijssen. Bedankt voor het kijken. Volgende week wordt er weer thuis gespeeld tegen MASV. Heel graag tot dan! Deze samenvatting werd aangeboden door Jan Lichtenberg, Hypotheken en alle verzekeringen.